Ik ben op mijn 14e ben ik begonnen met alcohol gaan gebruiken. De oorzaak daar was foute vrienden en de puberteit ook nog. En ja, dat was eigenlijk het begin van moeilijke tijd die ik heb gehad. Pepijn uit Etten-Leur is nu 21 jaar. En met hulp van Yes We Can Clinics is hij inmiddels iets langer dan een jaar helemaal clean. Wat voor hem in het begin leek op onschuldig uitproberen, liep dus uit op een zware alcohol- en drugsverslaving. Een vrouw van 21 uit Someren is vanmorgen overleden in een huis in Valkenswaard. De politie denkt dat er drugs in het spel was. Dit nieuwsbericht was voor de gemeente Someren aanleiding om tot een nieuwe aanpak over te gaan. Het gaat zeker niet om het opgeheven vingertje en zeker niet alleen om het opgeheven vingertje. Maar het gaat wel om kinderen uit te leggen van welke dingen kom je nu tegen, hoe kun je daarmee omgaan. Hoe kun je ook als kind leren om nee te zeggen tegen drank en drugs? Maar wat kun je ook doen, en dat is nog belangrijker, op het moment dat je er wel mee in aanraking komt en misschien meer dan je lief is, wat kun je dan doen? Hoe hou je dan het gesprek open? Dat vind ik heel erg belangrijk dat we daar kinderen, maar vooral ook ouders in ondersteunen. Pepijn is blij dat er een gemeente opstaat om jongeren zoals hem op tijd te helpen. Ja, dat is natuurlijk alleen maar goed. Je moet dat vooral toejuichen naar al die jongeren die in de problemen komen of er al vet in zitten. Je wilt dat natuurlijk voorkomen dat ze alleen nog maar ongelukkig worden en dat ze alleen nog maar meer gaan gebruiken. Voor Pepijn was er geen hulp vanuit de gemeente. Hij is op eigen kracht uit het diepe dal geklommen met hulp van zijn ouders en een afkikkliniek. De gemeente Someren wil dat soort verhalen voortaan voorkomen. En als dat lukt, dan ben ik blij. Ja, dan ben ik gewoon blij voor die kinderen en dan hoop ik dat ze een hele goede toekomst daarmee tegemoet kunnen gaan. Want daar gaat het mij om, nergens anders om.